Op het Stedelijk College in Woensel lopen kinderen van over de hele wereld rond. Wereldburgers noemt de school ze. Kinderen met een verschillende achtergrond die op deze school samen bouwen aan een mooie toekomst. Dat doen ze hier op het Stedelijk zo goed dat ze zich sinds kort UNESCO-school mogen noemen. Dat werd woensdag bekroond met de plant van een heuse Anne Frankboom. En we maken geen onderscheid tussen leerlingen. En dat doen leerlingen zelf ook niet. Verschillen mogen zijn, daar praten we met elkaar over. Maar er zitten heel veel gezamenlijkheden. Dus voor ons is het de uitdaging, iedere dag de hele wereld komt bij ons binnenlopen. Hoe maken we gebruik van dat wat bij ons binnenkomt? Voor mijn basisschool dan heb ik alleen maar met mensen die alleen maar uit Nederland komen. En als ik hier op school kom, dan hoor ik ook andere talen. En zo dan denk ik van, wat zeggen hun allemaal? De Anne Frankboom die de school woensdag mocht planten staat symbool voor het wereldburgerschap dat de school zo graag uitdraagt. Anne Frank blijft inspireren, ook ruim 75 jaar na haar dood. En maakt nog altijd grote indruk bij de jeugd. Ja, ik heb vroeger mijn spreekbeurt op de basisschool over gedaan. Dus, je weet er alles van? Nou, alles wel een beetje, ja. Ja, ik ken haar. Ik weet over de geschiedenis van Nederland. Dus ik weet over Achterhuis en wat allemaal gebeurde. Ik weet wel dat het een van de grootste geschiedenisstukjes zijn. Ook al is er een grote oorlog geweest toen. Maar ja, dat dagboek is toch echt heel beroemd geworden. En het huis, het achterhuis. En dus. Maar we willen juist op onze leerlingen die slag laten maken van, in de huidige tijd gebeuren ook nog dingen die in de tijd toen Anne Frank leefde ook gebeurden. De kastanjeboom die woensdag geplant werd is een stek van de boom die bij het Anne Frankhuis in Amsterdam stond. In 2010 waaide deze boom om, maar via stekjes die verspreid over Nederland geplant worden, leeft hij toch nog voort.